Automatisering is op zich niets bijzonders meer. Het is een eis die door de techniek en de tijd waarin wij leven aan het werk wordt gesteld. Maar als we praten over de automatisering van het complete lokettennetwerk van PTT Post in Nederland, dan is dat wel iets bijzonders. Want wat zijn de gevolgen daarvan voor de dienstverlening? Wat zijn de voordelen voor de klant die naar het postkantoor gaat? Of voor de opdrachtgever die van de diensten van PTT Post gebruik maakt? Wat merken zij ervan? En natuurlijk ook, wat zijn de gevolgen voor degene achter het loket? Want automatisering is meer dan alleen snel en efficiënt werken. Het moet ook de mogelijkheden scheppen om de dienstverlening te verbreden, om nieuwe diensten aan de afnemers aan te bieden. Kortom, de concurrentiepositie van het bedrijf voor nu en voor de toekomst verstevigen. Dit programma gaat over de ALD, de automatisering loketdiensten bij PTT Post in Nederland. Wat is dat precies, ALD? En wat zijn de mogelijkheden van dit systeem? Vanaf medio 1989 zijn ruim 4100 loketwerkplekken in kleine en grote postkantoren op de ALD aangesloten. Dat betekent dat alle lokethandelingen elektronisch worden geregistreerd. Daarvoor is in elk kantoor een computer en aan elk loket een beeldscherm, een toetsenbord en een printer geïnstalleerd. Gebruiksvriendelijke apparatuur en programmatuur. Want de praktijk leert dat een cursus van één dag voldoende is om het personeel met de nieuwe apparatuur te leren omgaan. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ik wil graag 10.000 gulden opnemen. Ja, dat kan. Deze meneer wil geld opnemen van zijn rekening bij de Postbank, de grootste opdrachtgever van PTT Post. Normaal kan met een betaalkaart maximaal 200 gulden worden opgenomen. Ik ga een auto kopen. Maar omdat de Postbank is aangesloten op het netwerk van de ALD, kan er op zo'n 60 postkantoren een bedrag worden uitbetaald tot maximaal 10.000 gulden. Hoe werkt dat nu in de praktijk? Blue, metallic. Oh, dat is een hele mooie, ja. De loketmedewerkster voert het verzoek in de computer. Via het ALD-netwerk komt dat verzoek terecht bij de Postbank. Daar wordt het saldo van de klant gecontroleerd, waarna bij het loket een boodschap terugkomt. Akkoord of niet akkoord. Hoe wilt u het hebben? Gewoon duizendjes. Duizendjes, ja. In verband met de privacy krijgt de loketmedewerkster niet het saldo van de klant te zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de klant kan nu met zijn geld op weg naar de dealer. En veel plezier met uw nieuwe auto. Dank u wel. Dit voorbeeld maakt de interactieve mogelijkheden van het systeem duidelijk. De klant zendt via het postkantoor een verzoek naar de opdrachtgever. In de computer van de opdrachtgever wordt het verzoek gecontroleerd en via het netwerk wordt weer een boodschap teruggezonden. Communicatie op afstand in een ogenblik. Snelheid en efficiëntie, gekoppeld aan een uitgebreide dienstverlening. Zo werkt dus de ALD. Alle lokethandelingen worden door de computer op het kantoor verwerkt en alle gegevens worden elektronisch vastgelegd. Deze gegevens komen zo beschikbaar voor verwerking aan het eind van de dag. Niet alleen verlopen de lokethandelingen snel en soepel, ook de tijdrovende handmatige financiële administratie door middel van de boekingsmachine is verleden tijd. En juist daarom is de efficiëntie aan het loket belangrijk. En juist daarom is ook voor het concept van ALD gekozen. Het systeem van de ALD verzorgt in principe zijn eigen administratie en maakt tegelijkertijd een kopie op de logrol. Zo kan de loketmedewerkster ook achteraf nog nagaan wat er is gebeurd. Een veilig en ook fraudebestendig systeem. Bijvoorbeeld in het geval van het verlies van cheques en giromaatpas van de Postbank. Want ook in Nederland zijn er helaas nog maar weinig eerlijke vinders. Maar de ALD in samenwerking met de pinapparatuur biedt door haar netwerk alle mogelijkheden tot bescherming. Hallo. Goedemiddag, meneer. Ik wou graag 200 gulden opnemen. Ja, dat kan. Zo is de giromaatpas beveiligd door een code van 4 cijfers. Jij mag uw pincode intoetsen. De bezitter van een pas moet die code intoetsen als hij geld wil opnemen. Dat is fout. Wilt u hem nog een keer intoetsen? Ja. Toetst hij nu 3 maal achter elkaar een verkeerde code in, dan wordt de pas ingenomen. Ja, het spijt me, meneer, maar u heeft hem 2 keer ingetoetst. U krijgt nog 1 kans. Ja,
Sorry, ik moet u om een legitimatiebewijs vragen. Fraudeurs zijn daarmee eigenlijk de enigen die slechter af zijn met de ALD. Ja. Maar ja, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. De ALD voorkomt niet alleen onnodige zorgen. Het systeem creëert vooral ook tijd en ruimte om het dienstenpakket uit te breiden, waardoor we onze opdrachtgevers en klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Ja, er staat het zo weer apart van de auto. Want klanten willen niet wachten als ze een nieuwe auto gaan kopen, ze willen rijden. Bijvoorbeeld naar het postkantoor, om daar het kenteken op hun eigen naam te zetten. Ik heb hem. Ah, hij is mooi. Goh. Ik wil graag mijn naam op het kentekenbewijs. Ja, dat kan. Heeft u legitimatie bij u? Ook dit soort meer gecompliceerde loketthandelingen wordt snel en accuraat uitgevoerd. De klant geeft zijn huisnummer en postcode, waarna via de computer straatnaam, huisnummer en woonplaats vanuit het bestand zelf worden ingevuld en geprint op het kentekenbewijs. Zo worden de gegevens nog eens gecontroleerd en bijvoorbeeld spelfouten vermeden. Opdrachtgevers die baat hebben bij een snelle, directe registratie van dergelijke gegevens, kunnen deze informatie vervolgens naar keuze meteen of achteraf verwerken en gebruiken. Op deze manier gaan klantvriendelijkheid en klantenbinding hand in hand. Alsjeblieft, een nieuw kentekenbewijs en heel veel plezier ermee. Kijkt u even naar me? Dan wordt het goed, hè? De klant heeft nog iets vergeten. Hij heeft buitenlands geld nodig. Ja, hallo, daar ben ik weer. Sorry. Ja, het geeft toch niet? Ik help u graag. Ik wou graag 1500 Franse francs. Dat is goed. Ik ga het even in orde maken. Ik ga er even tussenuit. Voor deze transactie wordt de actuele koers opgehaald uit de centrale computer in Leidschendam. Alsjeblieft. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Alsjeblieft. Merci. En een hele prettige vakantie gewenst. Bedankt. Tot ziens maar weer, hè. Au revoir. Ja, au revoir. Dit was de laatste transactie van deze dag. De loketmedewerkster kan nu haar kas afsluiten en haar kasstaat opmaken. Nadat ze haar kas heeft opgemaakt, worden de gegevens elektronisch doorgegeven naar het hoofdpostkantoor. Dit noemen we de back-office, waarbij gelijktijdig de cheques en betaalkaarten met een door de printer vervaardigde lijst naar het hoofdpostkantoor worden gezonden. Daar wordt vervolgens van alle onder dat hoofdpostkantoor vallende loketten een samenvattende administratie gemaakt. Vanuit het hoofdpostkantoor worden de verzamelde gegevens elektronisch naar de centrale boekhouding gezonden. De cheques en de betaalkaarten worden met een verzamellijst nog dezelfde avond naar de postbank gestuurd. Het systeem is in de afgelopen jaren geleidelijk ingevoerd en wordt door de medewerkers positief ervaren. Voor het personeel aan het loket betekent de mogelijke uitbreiding van het dienstenpakket een grotere variatie in het werk. Voor klanten en opdrachtgevers betekent het dat in kortere tijd van meer verschillende diensten gebruik gemaakt kan worden. Alleen de fraudeurs zullen een andere bron van inkomsten moeten gaan zoeken. Automatisering loketdiensten. Er zijn vele toepassingen denkbaar. Vooral bedrijven en instanties die baat hebben bij een directe registratie van actuele gegevens kunnen gebruik maken van dit unieke netwerk. Maar ook binnen PTT Post zelf zullen de mogelijkheden in de toekomst verder worden uitgebreid. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan automatisering van het voorraadbeheer en aan het introduceren van barcode-registraties. Alles om de snelheid, de veiligheid, de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening en de administratie te vergroten. Overal van elk loket naar elke computer van elke opdrachtgever en terug. Online, dus direct of achteraf via de back office. De automatisering loketdiensten heeft de weg vrijgemaakt
om zowel nationaal als internationaal te komen tot een informatieuitwisseling. PTT-Post heeft de infrastructuur voor de toekomst gerealiseerd. Het is nu aan onszelf, aan de opdrachtgevers en aan de klanten om de mogelijkheden in te vullen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.